De gemeente Tilburg wil bijna 2 miljoen euro investeren in het voetbalcomplex aan de Spoordijk. De gebouwen op het terrein worden door de gemeente aangekocht, zodat de voetbalvereniging Longa haar schulden kan aflossen. Daar stelt de gemeente echter wel een aantal dingen tegenover. De gemeente wil zowel de twee mogelijk fuserende voetbalclubs Longa en Verdi, als ook de Willem II voetbalacademie accommoderen met de investering in het nieuwe complex. Nou, het is het complex Spoordijk, zoals wij dat noemen. En tot stand gekomen is, Longa die zit in de problemen. Weer die wil graag gaan verhuizen omdat ze aan hun tak zitten met qua groei. En de Willem II voetbalacademie, de jeugd, die wil graag ook op één complex komen voetballen. En zo zijn we tot stand gekomen om die investering van 1,9 te doen op dat complex. Verschillende velden zullen door de gemeente gerealiseerd worden op het nieuwe voetbalcomplex. Maar een nieuw clubhuis, daar moet de fusievereniging toch echt zelf voor gaan zorgen. Er komen diverse velden bij. We gaan kijken om daar een nieuw clubgebouw neer te zetten. Maar dat zal wel vanuit de vereniging moeten. En diverse aanpassingen, zodat er een mooi nieuw complex komt met diverse velden. En zodat de fusievereniging en de voetbalacademie daar gewoon kunnen spelen. Er kwam veel kritiek op de mogelijke investering van het college van burgemeester en wethouders. Voetbalclubs als Sarto en Gudok zijn namelijk hard toe aan nieuwe faciliteiten. Maar die krijgen niets van de gemeente. Nou, we hebben ook gekeken, daarom zijn ook nog steeds gesprekken met Sarto en met Gudok. We hebben ook een bredere veld gemaakt en dat heet de herstructuring van voetbalvelden. En hebben ook elke keer gezegd van we gaan goed bekijken van welke investeringen moeten we doen. Nou ja, daar hebben we ook in bekeken dat we niet zomaar gewoon voetbalvelden bij gaan doen. Gudok vraagt een extra veld, dat hebben we ook al beoordeeld en we hebben gezegd van ja, dat gaan we niet doen. Maar het is totaal voetbalvelden in Tilburg is te veel. Nou, dan hebben we ook gezegd van dat moeten we gaan saneren. Moeten we eigenlijk een gezonde vereniging maken. Nou, en we zijn nog elke keer in gesprek, ook zowel met Sarto als met Gudok. En daar hebben we binnenkort ook afspraken mee.